Welkom bij deze aflevering van Bijbelse Overdenkingen. Woorden van Jezus Ze doen zelf niet wat ze zeggen. Matthäus 23 van vers 1 tot en met 12 staat boven de overdenking. We lezen daar, toen sprak Jezus tot de scharen... En tot zijn discipelen zeggende: De schriftgeleerden en de Fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Want zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouders der mensen, maar zij willen die met hun vingers niet verroeren. En al hun werken doen ze om van de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gedenkzedels breed. En maken de zomer van hun klederen groot. En ze beminnen de vooraanzittingen in de maaltijden. En de voorgestoelten in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten. En van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi. Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden. Want één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. En zult niemand uw Vader noemen op de aarde, want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is. En gij zult niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. De weerstand. Die Jezus ontving, was van niemand groter dan van de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij die het volk zouden moeten voorgaan in het spoor der gerechtigheid, bleken de grootste vijanden te zijn van de bron van gerechtigheid. Jezus, de Zoon van God, gekomen om zondaren te verlossen en zalig te maken, heeft op ernstige wijze gewaarschuwd voor de hypocriete leiders van het volk. Niets is er gevaarlijker voor hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid dan verstrikt te raken in de greep van de valse voorgangers, die zich voordoen als schapen, maar niets anders zijn dan grijpende wolven. Als hulpbehoevende kijken zij op naar hen, van wie zij denken dat zij het weten, en hen het goede voorbeeld voorleven om zo, als argeloze kinderen, meegevoed te worden, met hen die hen ontvoerden. Ze zijn als jonge meiden, die zich laten inpalmen door de mooie woorden en geschenken van de loverboys, die zich zo mooi voordoen, maar niets anders zijn dan schurken in een mooi jasje. Laten we luisteren naar de waarschuwende woorden van de Heer Jezus. De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Deze mannen hadden de bijzonder mooie taak om de wetten van God, door Mozes gegeven, te onderwijzen en recht te spreken bij geschillen en begaane overtredingen. Daarom, zo zegt Jezus: Al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Jezus roept het volk op om zich te houden aan dat wat in overeenstemming is met de wet van Mozes, maar niet het voorbeeld van hun onderwijs is te volgen, want wat zij zeggen, doen ze zelf niet. Nog erger is het feit dat zij de wet van Mozes tot een ondraaglijke last hebben gemaakt met hun muggenzifterij en wettische uitleggingen. Zij leggen, om het zo te zeggen, op iedere slak zout, zonder zichzelf druk te maken over hun persoonlijke naleving. Jezus zag hoe de mensen gebukt gingen onder de lasten die hen door deze valse mannen op de schouders waren gebonden, zonder dat zij zelf ook maar met één vinger aanraakten. Voor zichzelf keken ze het niet zo precies, maar met des te meer precisie bekeken zij hun naasten. Als wij eerlijk zijn, dan herkennen wij deze patroon in ons eigen leven. Hoe minder Gods liefde ons hart vervult, hoe wettischer we kijken naar de mensen om ons heen. Hoe gemakkelijker is het voor hen die de liefde van God missen, te spreken over de levenswandel van de ander. Hoe gemakkelijk verheft het trotse hart zich boven de ander en weet precies de splinter aan te wijzen bij de buurman. Zonder de balk in eigen oog op te merken. Hoe ondraaglijk is het om bij de zulken in een goed blaadje te komen. Hoe afmattend om te voldoen aan hen die ons leven wettig bekijken. Jezus vervolgt en al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gedenksedels breed en maken de zomer van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten. En van de mensen genaamd te worden Rabbi, Rabbi. Heel hun leven was één grote poppenkast. Het gebod om de woorden van God te binden op de hand en voorhoofd, in Deuteronomium 6, vers 9, namen zij zo letterlijk dat zij dit op een opvallende manier in praktijk brachten. Voorbijgaand aan de betekenis om God te dienen met hoofd en handen, ja, met geest, ziel en lichaam. De gedenksnoertjes aan de kleding, volgens nummer 15, vers 38, maakten ze zo groot dat iedereen wel moest zien dat zij het gebod nauwkeurig uitvoerden. Tijdens de maaltijden verlangden zij gezien te worden. Vooral in de synagogen, daar konden de mensen hen bewonderen. En op de markten, daar werden ze gestreeld tot in het diepst van hun wezen. als de mensen hen groeten of vol bewondering naar hen opkeken of over hen spraken. Hoe groeide hun trots als de mensen hen aanspraken met de eretitel Rabbi, Rabbi. Vrienden, hoe pijnlijk legt Jezus de haper bloot van de leiders van het volk. Zonder omhaal van woorden laat Jezus zien dat de godsdienst in zijn tijd geworden was tot een vorm zonder inhoud. Voor ons is het gemakkelijk om die woorden te lezen, te onderzoeken en instemmend te knikken terwijl we de schijnheiligheid van de farizeeën en de schriftgeleerden afkeuren. Maar wat nu? Als we eens inzoomen op onze tijd, wat nu als Jezus vandaag door de straten van onze dorpen en steden zou trekken? Onze samenkomsten, kerken en synagogen zou bezoeken? Zou Jezus instemmend knikken als hij de stroom mensen op de Bijbelbelt naar de kerk zou zien lopen? Zou hij amen kunnen zeggen op de prediking in de gereformeerde gezinten van vandaag? Zou hij de dominees de hand schudden en hen bemoedigen om door te gaan met hun onderwijs? Of zou hij scherpe woorden spreken die ontnuchterend het wetticisme openbaart? Zou hij opmerken dat het meer draait om mensen, mensengeboden, ervaringen, leerstellingen, doopledenaantallen, zuiverheid en anders zijn? Dan om een levende relatie met God de Vader. door het geloof in de Heer Jezus Christus? Zou hij het goedkeuren dat mensen bezig worden met woorden en inzettingen. om dienst na dienst, maand na maand, jaar na jaar dezelfde te blijven. met het vooruitzicht dat God misschien eens ingrijpt? Waarbij hij ernstig gewaarschuwd wordt om toch niet mee te gaan met de evangelische. die er met een gestolen Jezus vandoor gaan? Wat nu? Als Jezus dan eens ging kijken bij de evangelische? Hoe zou hij daar reageren op de prediking? Zou hij instemmen met wat, dat, wat dat hij daar veelal zal horen en zien? Zou hij begrijpen hoe vele Jezus beleiden en niet worden onderwezen dat het leven met Jezus een leven is dat wil leven zoals Jezus heeft geleefd? Zou hij Amen zeggen op een prediking waar de zonden niet worden bestraft? Zou hij verblijf zijn met de getuigenissen van hen die Jezus beleiden terwijl ze de zonde van homofilie uitleven? Zou hij niet ernstig waarschuwen tegen de levenswandel van vele voorgangers en volgers die totaal niet stroopt met de moraal van de Bijbel? Misschien vraagt iemand zich nu af waar Jezus dan vandaag de dag wel mee zou instemmen. Dat is een goede vraag. Ik wenste dat we met elkaar. Of we ons nu schaden onder de gereformeerde gezinten, de Hervormden, de Evangelische, de Baptisten, de messiaanse, De zevende dag Adventisten. Of welke gemeenschap dan ook ons zouden verootmoedigen en ons zouden buigen onder Gods gezag? Hem aanbidden en met elkaar zoeken te leven zoals Jezus heeft geleefd. We moeten elkaar niet veroordelen of naar elkaar wijzen. We moeten met elkaar de knieën buigen. En ons schamen voor de puinhoop die wij er met elkaar van hebben gemaakt. Ik schaam mij ervoor dat ik meegeholpen heb aan het vergroten van die puinhoop. En kan niet anders dan schuilen bij God en leven van zijn genade. Ik smeek God of hij mij steeds opnieuw wil vervullen met liefde tot hem boven alles. Voor mijzelf en voor mijn naasten. Van welke kerk of groepering dan ook. Om te haten wat hij haat en lief te hebben wat hij lief heeft. Ons mooie pak, vergulde Bijbel, mooie beleidenis en goede daden zijn voor God niets waard, zolang wij Hem niet lief hebben boven alles. Zijn naam verheerlijken en onze naasten dienen, gedreven door zijn liefde. Lieve vrienden, we beleven een moeilijke tijd. Aan de ene kant een godsdienst met veel schijnvertoon, van mooie gebouwen en kleren. En aan de andere kant een beweging met een evangelie, dat totaal ontkracht is van iedere heilige eerbied en een levenswandel dat zich totaal niet onderscheidt van dat van de wereld. En dan nu de vraag of deze conclusie wettisch is opgemaakt door iemand die wel de splinter opmerkt, maar niet de balk in eigen oog ziet. Of dat dit zo is zoals God het ziet. Laten wij onszelf verootmoedigen. Onderzoeken en bekeren opdat God verheerlijkt wordt en wij elkaar dienen door de liefde. Jezus waarschuwt ons om onszelf niet te verheffen, geen dominerende titels aan te nemen, maar ons te buigen onder God, waarbij wij onze meester Jezus Christus volgen en elkaar dienen door de liefde. Want wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Het is leven of dood? Behouden of verloren? De dood en verlorenheid komt voort uit onze keuzes, die ingaan tegen Gods wil en woord. En ons behoud en leven is alleen te vinden in Jezus Christus, de gekruiste en opgestaande levensvast. Als wij onszelf in het geloof tot God keren. Onszelf overgeven aan Hem en ons door Zijn woord en geest laten leiden, dan zal Zijn liefde ons hart vervullen. En zullen we als kinderen van God getuigen dat Gods geboden niet zwaar zijn en dat er niets heerlijker is dan Hem te volgen al de dagen van ons leven. Vrienden, in de wereld of in de kerk, de grote vraag voor ons is of wij Jezus lief hebben en lid zijn van de gemeente waarvan Hij het hoofd is. Laten wij met en voor elkaar bidden en onszelf voortdurend blijven reformeren. Nog even, en de ware gemeente zal ingaan in de volle rust die onze zaligmaker heeft bereid voor alle die Hem vrezen. Kom, ga met God, verblijf u in de Heer en laat Zijn kracht de Uwe zijn. Amen.